Intralogistiek is de hele afhandeling en de behandeling van goederen van binnenkomst totdat het weer naar buiten gaat. In een productieomgeving of in een retailomgeving. En onze producten ondersteunen dat proces. In de oude situatie was het allemaal handmatig pikken en bedienen van de ordeverzamelaar, de machine. En tegenwoordig hebben we hier een nieuw product staan, dat is de Aigo Neo. En die zorgt ervoor dat de man zich volledig kan concentreren op het orderpikken. En zich niet meer moet zorgen maken over het verplaatsen van de goederen. Dat gebeurt automatisch. En hij biedt dus een besparing waarmee je dus 30% meer productief kan orderpikken. Een logistiek medewerker in een magazijn legt zo ongeveer per dag 10 kilometer af met heel vaak op- en afstappen. Dus dat is gewoon ook beter voor hun fysiek. We hebben die technologie zelf ontwikkeld met een klein team van robot-experts. De machine heeft geavanceerde radartechnologie of sensortechnologie. En die volgt daar uiteindelijk de logistieke medewerker. Die scant hem eenmalig en laat hem daarna nooit meer los. Waardoor hij niet meer zal botsen, hij ontwijkt obstakels. En dus voor de klant veel meer schade, maar ook voor de medewerkers veel veiliger om mee samen te werken. Ja, je hebt hier een samenvoeging van mensen en machines. De mensen kan je heel veel inhuren, maar voor een machinefloat gebruiken we Stiel. Die leveren ons betrouwbare machines, waarmee we eigenlijk altijd kunnen blijven werken. Binnen deze sector kan je verschillende kanten op. Je kan kijken richting volledige automatisering of je kan traditioneel blijven werken. Wij kiezen eigenlijk voor een middenweg waarin we een traditioneel warehouse voorzien van robotisering door middel van bijvoorbeeld de Aigo Neo's van Stiel. En wij zorgen ervoor dat wij met onderhoudsplannen voorkomen dat er storingen zijn. Bij grote klanten, zoals Detailresult, hebben we ook vaste mensen op locatie die continu bezig zijn om de continuïteit te kunnen garanderen.